is de dag dat ik vechten mag. Het uur heeft geslagen dat u wordt verslagen. Ik vind het gewoon echt een van de allerleukste, mooiste Nederlandse speelfilms. Ja. Ik vind het onbegrijpelijk dat Hollywood dit niet heeft opgepakt. Het is namelijk een van de allerleukste. Nee, dat vind ik echt. Maak jij ondertussen som 13 en 14 uit het boekje. Ik ben zo terug. Wat ik fantastisch van deze film is dat Esmé de fantasie zo krachtig laat zijn. Het leuke is natuurlijk dat het fantasie en de realiteit door elkaar heen gaan. En ik denk dat mensen het zo'n leuke film vinden, en ik zelf ook. Dat je in de situaties van haar zo heel goed kan verplaatsen. Weet je? Het is zo'n meisje wat op de kop krijgt op school en die alsmaar aan het dromen is. Sarah? Toen ik daar op die set kwam, ook in Almere, dat was een gigantische set en prachtig gedaan en geweldig met die witte en die zwarte koning en koningin. En ja, het is enig. Voel je dan ook, je bent op dat moment bezig met het acteren, om dat zo goed mogelijk te doen, maar voel je dan ook, we hebben een succes in handen, dit moet gaan aanslaan, dit gaat prijzen krijgen? Weet je speelt nooit om prijzen te krijgen. Je speelt omdat je in een rol gelooft of in een regisseur gelooft. Ik ben dol op Esmé als regisseur. Ik vind het echt een van de allerleukste regisseurs om mee te werken. En daar ben je op dat moment helemaal niet mee bezig. Wij waren toen bezig met 40 graden in de studio. Oh. Om dat te bevechten. En jij bent met die mantel aan. En ik met die prachtige jurk aan. Ja. Nee, toen hebben we van tevoren tegen elkaar allemaal gezegd van we gaan niet klagen, we gaan niet zeuren, we gaan gewoon deze hele film, we gaan een geweldige film hiervan maken. Het was een fantastische leuke groep om mee te werken ook.